van harte welkom en leuk dat je kijkt naar deze video van mij, Helene van Herleva. Deze video gaat over hyperventilatie en vage klachten. Heel veel mensen die hyperventilatie hebben, hebben eigenlijk geen idee dat ze hyperventilatie hebben. Maar hebben last van allerlei vage klachtjes. Dat kan werkelijk van alles zijn. Maar de meest voorkomende zijn eigenlijk angst. En angst wordt vaak veroorzaakt door licht worden in het hoofd, een beetje wiebelig, tintelingen in het lijf, zelfs druk op de borst. Nou, dat lijkt me natuurlijk ook altijd een reden om actie te ondernemen, uiteraard, als je echt druk op de borst hebt. Maar vaak zijn het hele vage klachtjes allemaal. En ik noem allemaal omdat er eigenlijk bij chronische hyperventilatie heel veel klachten kunnen zijn. En tegelijkertijd is het zo dat als ze allerlei onderzoeken doen, dat het hele lichaam wordt binnenste buiten gekeerd, dat er eigenlijk niks is. Een beetje een hartritmestoornis, maar hey, dat is ook eigenlijk helemaal niet erg. Kun je prima mee leven, kun je ontzettend oud mee worden. Het voelt wel naar, maar het is eigenlijk heel vaak niks bijzonders. En allemaal is het wel een heel naar gevoel. Als ademcoach is het zo dat ik niet één kant-en-klare oplossing heb. Als dat zo zou zijn, dan zou het wel gewoon heel makkelijk zijn. En eigenlijk is het ook best wel makkelijk, maar om het te doen, daar zit altijd de kunst in. En wat is het eigenlijk wat er wel makkelijk is? Is dat je gewoon wanneer je last hebt van chronische hyperventilatie, je moet zorgen dat je leert ontspannen. En ontspannen betekent eigenlijk dat je de spanning waar je last van hebt, wat het ook is in je leven, dat je daar je van gaat ontdoen. Dus je ontdoen van de spanning. Dan hoef je daar natuurlijk niet helemaal van te ontdoen. Want weet je, het blijkt dat een klein beetje ontdoen helpt ook al. En hoe kun je nu je meer ontspannen? Nou, dat is eigenlijk door een ademhalingsoefening die super makkelijk is. En die gaat als volgt. Je ademt gewoon rustig in door je neus en heel zachtjes in. En je ademt uit door je mond alsof je door een rietje uitademt. En dan heel zachtjes als een muisje. Dus je blaast niet zo. Dus het is niet een diepe teug zo. Nee. Juist heel subtiel. Dat ga je ook geen 25 keer doen. Maar een paar keer. Bijvoorbeeld 4 keer. 5 keer max of zo. Gewoon een paar keer dus. Dus zeg tot 5 keer. En op het moment dat je dat doet, zul je merken dat je gewoon je lichaam direct ontspant. Je spreekt namelijk je parasympathicus aan. En dat is het zenuwstelsel wat maakt dat jij meer ontspannen gaat worden. En dat kun je dus echt zo snel en ook gemakkelijk en ook simpel doen door je ademhaling. Je ademhaling is gewoon geniaal. Het is gewoon geweldig iets ontwikkeld, bedacht, gemaakt om invloed te hebben op jouzelf, op jouw systeem, op jouw fysieke lijf, op je emoties en ook op je denken. En dus één ademhalingsoefening, en er zijn 10 ademhalingsoefeningen. Mijn tip is eigenlijk altijd van, kies gewoon 1, 2 of 3 of een paar. En gebruik die, snap die oefeningen. En gebruik die als jij daar behoefte aan hebt. Dus ben je gespannen en je wilt meer ontspannen. Bijvoorbeeld dus 4, 5 keer alleen maar dit doen. Heel zachtjes door je neus in. En heel zachtjes door je mond weer uit, alsof je door een rietje uitblaast. Als jij het prettig vindt om te tellen, ga je tellen. Maar het hoeft niet, want het is absoluut geen prestatie. Want het nadeel van tellen in ademhalingsoefeningen vind ik persoonlijk altijd dat het een soort prestatie wordt. Alsof van, oh, ik kan 8 tellen, oh, ik kan 6 tellen of weet ik veel wat. Daarmee raak je vaak de verbinding met je lijf kwijt. Terwijl, wat wil je nou juist? Je wil weer in die verbinding komen. Nou, en dan helpt tellen in je hoofd soms niet. Heel vaak werkt het averechts. Maar bij sommige mensen werkt het wel. Mijn idee, zo sta ik er altijd in als ademcoach, is dat je op zoek moet gaan naar niet de ideale ademtechniek, maar wat ideaal is voor jou als mens. En ja, wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet zo goed. Daarom moet je het zelf onderzoeken. Je moet zelf gaan voelen en ervaren. En deze ademtechniek, die gewoon rustig in door je neus en uit alsof je door een rietje uitblaast, ja, dat doet het voor heel veel mensen heel goed.
Dus ik wens je heel veel plezier, succes. Maar vooral wens ik jou heel veel ontspanning toe. En succes met wat je ook doet. En vooral dat je er heel veel plezier aan mag beleven. Doeg, tot de volgende keer.